op CES 2018. Achter mij staat de Razer-stand. Ze hebben hier een aantal nieuwe producten. We gaan even samen kijken wat we deze jaar allemaal mogen verwachten. Oké, naast ons hebben we hier de nieuwe speaker setup van Razer. We gaan drie edities van komen. We hebben eerst de full-blown editie met chroma lighting. Speakers in de metaal, er staan tweeters op en een dikke bed subwoofer zit erbij. Die gaat op €500 komen, dus het is echt wel heel high-end voor gaming speakers is dat toch. Dan hebben we een variant zonder de subwoofer, die gaat wat goedkoper zijn. Die gaat ook chroma lighting opzetten, die gaat op een €150 komen. En dan hebben we de goedkoopste editie voor €99, dus dat is net onder de €100. Dan is je enkel de speakers zonder dan de chroma lighting. Normaal gezien mogen je nog in Q1 op de markt verwachten. Oké, naast mij hebben we nog een nieuw product dat nu beschikbaar is op de markt voor €249. Het is een heel stevig prijskaart. Ik ga hier op de nieuwe Mamba van Razer. In tegenstelling tot de vorige wireless versie van de Mamba, zal deze wireless versie geen lithium batterij hebben. Het heel speciale aan deze Maas is dat je in één keer de Maas en de Maas moet kopen, want dat ding zorgt ervoor dat die Maas stroom krijgt. Dus je hebt geen batterij. Je hebt de inductie, in principe waar ik ook mee wireless je batterij van je telefoon kunt opladen. Daar hebben ze hier ingestoken en dat zit dus in de nieuwe Mamba en dat maakt hem eigenlijk zo speciaal. Okay, we hebben hier de Razer Phone die al eerder eind vorig jaar is uitgekomen. Nu ook al beschikbaar in Engeland en in Amerika voor €699. De belangrijkste features zijn eigenlijk het 120 Hz scherm. Dat zorgt er eigenlijk voor als je hier browst, heel snel browst, dat allemaal vlot overkomt. We hebben hier een Dolby Atmos speaker inzetten. 12 megapixel vooraan, 8 megapixel achteraan. 8 gigabyte werkgeheugen in, 64 gigabyte opslag. En de big photo, die onbelangrijk, je kunt er SD-kaartjes bij steken om nog extra opslag te voorzien. Verder is er een heel clean versie op van Android. Enkel de Razer Synapse erop en een aantal games die al 120 Hz ondersteunen. Dus dat is wel nice. Dus hopelijk ook binnenkort in de producties beschikbaar. Als laatste hebben ze hier nog een klein proefprojectje, dat is Project Linda. Dat is een soort van laptop docking station. Dat je dan de Razer Phone insteekt en dan maak je eigenlijk van je Razer Phone een volwaardige laptop. Voorlopig zijn er nog geen plannen om dat uit te brengen, dat is denk ik een concept, maar ik hoop dat ze dat wel op de markt gaan brengen. Het is echt een super cool idee. Yeah.